Hallo allemaal, zodra deze video online staat, ben ik, als het goed is, jarig geweest. Heeft verder helemaal niks met deze video te maken, maar gewoon zodat je het weet. Het weekend voor mijn verjaardag is namelijk Dutch Heroes Comic Con. En Comic Con is zo'n beetje het grootste nerd-event van Nederland. En met nerd-event bedoel ik dat het één grote bijeenkomst is van mensen die houden van comics, superhelden, games, tv-shows. Heel veel mensen gaan ook in cosplay naar Comic Con. Het is een hele happening elke keer. Ik ben al een aantal keer naartoe geweest en soms ook in cosplay. Maar dit jaar ben ik van plan om in een hele groep te gaan verkleed als een typische anime maid. Dus zo'n huishoudster. Maar dan, you know, anime stijl. We zijn nu met een groep van 6. 6 maids, denk ik. Ik weet niet, kan nog veranderen. Maar in ieder geval, van die 6 ga ik 4 maid kostuums zelf maken. Dat klopt. Ik heb al een keer een maid dress gemaakt. En dat ga ik in deze video nog een keer doen. Maar dan nog 4 keer. Maar dan beter. Dit wordt dus een groot project. Ik ga 4 jurken maken. Met schortjes en zo. Maar ik wil wel dat de jurkjes leuk genoeg zijn om ook gewoon te kunnen dragen zonder dat het cosplay is. We zijn ook van plan om in zoveel mogelijk verschillende pastelkleuren te gaan, zodat we echt allemaal matchen. En om jullie een beetje een idee te geven van hoe lang ik hiermee bezig ben en hoeveel planning dit me kost en zo, zodat jullie mijn planning kunnen bewonderen, zeg ik hier alvast, het is vandaag dat ik dit opneem, 13 juni, en ik ben gisteren begonnen. Dus je moet rekenen vanaf 12 juni. Dus, wat heb ik allemaal tot nu toe al gedaan aan dit project? Ten eerste heb ik mijn moeder het patroon laten uitprinten die ik ga volgen, want de vorige keer dat ik een matrix had gemaakt, had ik het een beetje uit vrije hand gedaan en dat liep een beetje fout. Dus in ieder geval voor het bovenlijf ga ik een patroon volgen. En dit patroon zal ik linken in de beschrijving. Hij is gratis. En ik zeg gratis omdat je wel je e-mail moet opgeven om te kunnen downloaden. En je zal hier en daar wat spam e-mails krijgen. Maar hij is wel gratis. Dan heb ik iedereen's afmetingen nodig. En die heb ik in mijn boekje gezet. En dan moet ik die centimeters omzetten in inches. En van die inches moet ik dan de size gaan berekenen. Ja, dus ik moet van centimeter naar inch naar size. En op basis van de size moet ik de patroondelen uitknippen. Maar het patroon is maar één keer uitgeprint. Dus ik moet van het grootst naar het kleinst gaan. Dus ik ga van de grootste maten, die leg ik op mijn stof. En die knip ik allemaal uit. En dan knip ik mijn patroondelen kleiner naar de maat die daaronder zit. En dan doe ik daarvan hetzelfde. En zo op die manier heb ik alle patroondelen uitgeknipt. En elke keer wanneer ik alle patroondelen heb uitgeknipt voor het bovenste lijfje, gebruik ik zoveel mogelijk van de rest van de stof om een cirkelrok uit te knippen. En een cirkelrok, dat is zo'n donut. En dan het middelste gat in die donut, dat is dan de omtrek van je taille. Alleen maak ik het niet de omtrek van iedereen's taille. Ik maak hem gewoon zo groot mogelijk. En hou de banden van de cirkel elke keer dezelfde afmeting. Maar oké, dus het middelste gat in de donut varieert dus in grootte elke keer. Maar dat maakt niet zoveel uit, hoop ik, denk ik. Want ik ga het rokje extra veel plooien. Dus de rokjes worden net iets meer dan een cirkelrok. En dat vind ik een goed idee. Hoe meer poef, hoe beter. Ik heb maanden de tijd gehad om hieraan te beginnen. En ik begin 2 weken van tevoren. Wat te doen is, ik vind het goed genoeg. Dus we kunnen gaan beginnen met naaien. En ik ga beginnen met het jurkje waarin ik de meeste fouten mag maken. Mijn eigen dus. En die is natuurlijk lichtpaars. Maar voordat ik ging beginnen, moest ik natuurlijk eventjes het patroon doorlezen. Wat zijn de stappen en zo. En daar kwam ik erachter dat je bepaalde punten op elkaar moet leggen. Die je dus hebt moeten markeren toen je de delen uit moest knippen. Dus, dat heb ik niet gedaan. Dat ga ik nu bij mijn eigen doen. En ik weet niet precies hoe ik dat ga doen met de maten die groter zijn dan dit. Dat zien we later wel. Maar nu ik dus deze markering heb gemaakt, kan ik eindelijk beginnen. Oké, we beginnen met dat ik deze 2 aan elkaar moet naaien. Zo. En dat doe je dan 4 keer. En van die 4 keer 2 keer gespiegeld. De goede kanten leg ik op elkaar. Misschien ook niet. Hallo? Doe ik iets verkeerd? Nou, ik moest even googlen, maar blijkbaar zat gewoon de stekker van het voetpedaal niet goed. En de handleiding kan weer terug. Ik heb nog maar een heel klein beetje draad over. Dus we gaan zien hoe ver we komen. Oh, hallo. Dat is niet goed. Is hij op? Nee, hij is eruit geschoten. Hallo? Het gaat allemaal niet zo vlotjes vandaag. Poging 20. Hallo? Oh, ik ben het dingetje vergeten. Dit maakt veel uit. Succes. Nope, dat was verkeerd. Ik had gecheckt.
checkt. Wanneer je checkt, check dan goed. Oké, ik had de volgorde verkeerd. Ik moest eigenlijk eerst deze en deze vastzetten. En daar moeten de markeringen matchen. Eww. Deze ga ik vastspelden. De voor- en achterkant verschillen wel van elkaar. Oh mijn god, dit zie ik ook nu pas. Gaat nog steeds lekker hier. Ik ga sommige stukjes uit elkaar halen. Zoals deze. Nee, wacht eens even. Ik kan helemaal niet terug. Want deze delen zijn helemaal niet gespiegeld. Heb ik ze verkeerd uitgeknipt? Nee, ik moet ermee leven. Ik heb geen zin om een rits te gaan installeren. Dus ik heb alle delen eventjes zo perfect aan elkaar gespeld. En ik kijk of ik erin kan komen door het gewoon uit te rekken. Ja, een beetje eng om iets aan te doen waar zoveel spelden in zitten. Maar ik ga het toch proberen. Auw, auw. Stik door mijn rug. Oké, volgens mij pas ik erin, jongens. Dit ging best makkelijk. Gaat hij ook zo makkelijk over mijn kont? Auw. Ja, oké, auw. Goed om te weten, ik heb geen rits nodig. Dan ga ik de instructies niet opvolgen en de achterkant juist al hier vastnaaien. Dus deze lijn, die komt recht op je rug. En volgens mij kan ik het zo maken dat de voering de verkeerde stof aan de buitenkant heeft zitten. Zodat je vanaf gewoon de normale buitenkant niet ziet dat er een fout in zit. Dan moet ik nu de bandjes gaan naaien, maar die moet ik eerst strijken. Want we gaan het netjes doen. Zo, deze wil ik gevouwen, maar dan met de goede kant naar buiten. Lekker over mijn naaimachine heen zo. Normaal sta ik aan die kant wanneer ik dit doe, maar dan zouden jullie tegen mijn rug gaan kijken. En weet je wat, nou ik toch bezig ben, trek ik ook eventjes de naden open hiervan. Werkt het überhaupt? Een beetje, oké. De bandjes gaan vast en de middelste... Of moet ze zo? Oh, ik ben zo in de war. Oké, volgens mij snap ik hem. Zo. En dat moet dan vast. Ja. En dan hier een stukje overlaten. Ja. Oké. Goede kanten op elkaar. En dan de straps. Tussen gesandwiched. Zo. Joink. En we moeten nu deze hele bovenlijn naaien. Inclusief de strapjes. En ook nog dit kleine stukje hier nog. Ik zit te bedenken of ik een grote fout aan het maken ben. Ja, ik maakte een fout, want de strap moest ik ook naaien aan dit deeltje. Dus dit mag er weer vanaf. Deze hoor je wel dicht te naaien, maar dan met het strapje ertussen. Oh, oeh, niet slecht. Is het nou dezelfde stof als wat ik draag? Het is net niet dezelfde kleur, maar het is gewoon, oké. Ik ben verslaafd aan deze kleur. Alright, ik heb honger, ik ga eten. Oh, dat heb ik lekker gegeten. Ja, dat heeft helemaal geholpen met mijn motivatie. Let's go. Ik moet knoopsgaten gaan naaien. En dit moet ik eventjes uitvogelen qua instellingen. En hiervoor gebruik ik dit dingetje. Normaal doe je hier achterin het knoopje, maar er is geen knoopje. Eens zien of we het meteen hebben uitgevogeld. Ik heb het verkeerd gedaan, maar maakt niet uit, maakt niet uit. Het is het leerproces, jongens. Nou jongens, ik heb hem uitgevogeld, maar ik heb hem aan het begin van de streep gezet en toen ging hij de verkeerde kant uit. Dus nu zit hij boven de streep. Maar dan weten we dat. Nu snap ik dat je hem aan de onderkant moet zetten. Nou, hartstikke nice. Ik heb het pedaal eruit gehaald en nu hoef ik alleen maar op deze knop te drukken. Oh. Oeh la la. Voilà. Nou, die is niet super goed gemikt, maar oké. Goed genoeg. Dat was best makkelijk. Dat was best makkelijk. Famous last words. Ik heb iets verkeerd gedaan. Oh my god. Dit paneel komt straks zo te zitten. En zoals je kan zien, is er maar één knoopsgat. Nou, Lara, hoe kan dat? Oké. Dat is er dan één te veel. Hoe ben ik zo slim? Nou, dan gaan we nog één laatste keer. Nou, top. Gefixt. Dit dingetje kan weer terug. Dan ga ik nu een baan in de stof naaien voor de touwtjes die erin komen. Heel scheef was dit eigenlijk, maar het is oké. Misschien moet ik ze ook eventjes openmaken. Misschien had ik die knoopsgaten ook moeten markeren met iets anders dan een felblauwe stift. Ach ja, leerproces. Ik ga de touwtjes maken die erin horen te komen. En ik heb hier gewoon twee dunne stripjes uitgeknipt uit een stukje reststof. En ik ga even kijken wat gebeurt als ik dit gewoon uitrek. Spaghettibandje. Ja, beetje lelijk. Maar als ik hier een zigzagsteek van maak... Ziet er nog steeds een beetje goofy uit. Maar oké, hier kan ik mee werken. Het maakt hem ook nog eens lang. Even de eindjes afwerken. Touwtje.
Oh my god, guys. Normaal gebruik ik een veiligheidsspeld om mijn touwtjes ergens doorheen te halen. Maar dit is niet superveel. En ik heb iets makkelijkers gevonden. Een haaknaald. Kijk dan. Eerst helemaal doorheen zo. Dan mijn touwtje. Boom. Daar is hij. Alright. En nu ga ik de eindjes vast naaien. Dan ga ik naaien vanaf dit punt naar het andere punt hier. En deze steek maak ik lekker lang. Zo, op nummer 5. Want we gaan deze weer plooien. En dan proberen die draad niet te breken. Volgens mij is dit hem wel. Een beetje verdelen. Nice. Ik zat echt helemaal verward naar het patroon te kijken. Want ze beschrijven dat je eigenlijk 2 draadjes zo moet doen. En ze zegt niet waarom. Dat vind ik zo irritant wanneer patronen niet zeggen waarom je iets doet. Maar oké. Dat is dus eigenlijk gewoon om het sterker te maken. En dus dat je draad niet zo snel breekt. En ik denk dat ik het voortaan maar met 2 ga doen. En ik kan gelijk beginnen. Want ik moet de mouwen gaan maken. Van hier en dan zo tot daar. En dan 2 keer. Dat is 1. En daar is 2. Oké, dit moet beter werken. Oké, dat werkt beter. Ik geef toe. Nou, nu ga ik deze rand gewoon normaal naaien. En dan nu hoor ik dit randje 2 keer te vouwen. Maar ik moet hem strijken volgens de instructies. Maar ik ga wel eerst die andere naaien voordat ik weer de strijkplank erbij moet pakken. Ik heb hier het omgestreken randje 2 keer. En dit naai ik dan vast hier op het randje. En dit doe ik niet volledig dicht, want dan zet ik er een elastiek in. Deze, die ik van tevoren heb opgemeten. Elastiek zet ik dan vast aan elkaar en dan naai ik hem volledig dicht. En dat ziet er dan zo uit. Netjes toch? Ik heb trouwens mijn naaimachine wat verder versierd. Kijk hoe leuk! Oh, mooie holografische sticker hier. Letterlijk van alle kanten is hij mooi. Kijk! Hier binnenin heb ik ook nog. Dit konijntje is zo cute. Dan heb ik wat pootjes hier en daar. Hier zit een wortel. Er zit een konijntje op dit schuifje hier. Ik zet nu het voorpaneel vast aan de zijkanten van de top. En ik zet dit alleen vast aan de buitenkant. Dus de buitenkant. Goede kanten op elkaar. En dit naai ik zo vast. Zo. En dat dan ook aan de andere kant. Ik ga een mouw erop naaien. Eens kijken of het in één keer goed gaat. Dit gaat nooit in één keer goed. Maar ik heb er wel vertrouwen in. I did it! Ik heb in één keer gewoon een mouw goed vastgezet. Denk ik. Volgens mij wel. Ik heb trouwens ook nog heel veel van dit topje zitten innemen. Bijvoorbeeld bij deze naden hier. En dan op de achterkant ook nog. Want hij zat heel erg los. Dit patroon is eigenlijk niet bedoeld voor een rekbare stof. Dus ik ga bij de andere jurkjes gewoon net wat meer naadtoeslag nemen om het wat strakker te maken. Oh my god. Ik heb 1 ding verkeerd gelezen, hè. Ik begreep al niks van deze stappen. Maar ik heb dus... Dit is het voorste onderste paneel. En ik vond het al vreemd dat ik er maar eentje van had. Blijkt het dat ik er 2 had moeten hebben. Ik las namelijk cut 1. Maar er staat cut 1 fabric, cut 1 lining. Ik heb er dus 2 nodig. Oké, nou dan ga ik er dus nog eentje extra van uitknippen. En erin zetten. Oh. Ik heb nu dit deel gespeld aan de voorkant van het topje. En deze ga ik nu vastnaaien. Oké, eens zien of ik het goed heb genaaid. En het antwoord is nee. Want het strikje zit aan de verkeerde kant. En nu heb je dat lelijke knoopsgat aan de buitenkant. Oh mijn god. En dit is ook slordig. Oh, dat kleine stukje dat ik over moest laten hier, moest aan deze kant. En niet aan die kant. En nu heb ik hier een flap. En hier niet genoeg stof om hier overheen te gaan. Juist, oké. Ik heb hem hier mooi op het randje gestreken. Dit is de voorkant. Achterkant of binnenkant. Heb ik het hier vastgespeld. En nu ga ik dit naaien. En ik ga juist aan deze kant naaien. Lekker hier tussen precies. Zodat dat er zo netjes mogelijk uitziet vanaf de voorkant. Het topje is af. En de achterkant. Hoe cool. Ondanks de 20 fouten die erin zitten. Je ziet ze niet. Tenzij je ernaar zoekt. Maar... Damn. De vorm is goed. Van het topje ga ik over op de rok. En voor de rok wil ik een ruffel maken. En dit wordt mijn poging. Alleen zit ik hier dus te naaien. Ik probeer hier een mooi roze om op te zetten. Alleen denk ik dat het misschien iets te laat is hiervoor. Het is namelijk 22:30 s'nachts. En dit ding maakt enorm veel herrie. Juist. Hier ga ik morgen mee verder. Het is de volgende dag en ik heb hem op rimpelen gezet. Dus nu krijg ik van deze mooie geplooide kantjes. En dat...
dat is de bedoeling. Ja, hier zit ik op dit moment 5 meter van te naaien of zo. Ik ben vandaag bezig geweest met de rok. En naast het feit dat ik allemaal fouten in mijn jurk heb zitten, waarvan ik dus leer en ze niet meer ga maken in andere jurkjes, heb ik wel zakken in mijn eigen gedaan. Gewoon om te compenseren, I guess. Nice. Sorry, de rest. Dus, hier is het rokje. Ik heb eindelijk uitgevogeld hoe de rol zo moet op mijn lokmachine. Daar ben ik heel blij mee. Helaas is dat nog niet te zien aan dit randje hier. Dat ziet er een beetje slordig uit. Maar het randje van het paarse rokje is wel hartstikke netjes. Rolzoom dus. En ik heb ook al de bovenkant alvast geplooid. En dan kan ik hem nu eigenlijk aan mijn topje vast gaan zetten. Ik ga hem als eerst aan de buitenste laag vastzetten. Dus ik ga dit als eerste vastspelden. Oh shit, hij staat nog op een grote steek. Whoops, maakt niet uit. Hier haal ik nu alle spellen uit. Ik heb trouwens een koptelefoon op, omdat dat gewoon fijn is met die luide lokmachine. Verder hoor ik niks, behalve muziek. Ik heb hem dus net op dat randje genaaid. En ik ga hem nu gewoon door de lokmachine halen. Want de naad van de lokmachine is rekbaar. En ik denk dat dat gewoon heel fijn is op je taille. Vooral ook omdat ik er geen rits in heb zitten, zodat ik hem kan rekken. Ik weet niet of dat goed ging. Yeah, it's something. Typisch. Ik kom er tijdens het spel erachter dat ik hem er verkeerd op heb gelokt. Leuk. Dit is de voorkant en nu zit hij hier verkeerd aan. Dit hoort de binnenkant te zijn, maar dit is de buitenkant. Dus ik ga de rok weer losmaken. Oké, ik moet dus echt een andere manier vinden om de rok aan het topje vast te zetten. Want dit is best wel lelijk. Het sluit niet aan. Het is uitgerekt. De ruffels zitten helemaal oneven. Aan de achterkant zit het nog een beetje oké, maar echt, het golft. En het is oneven. Ik denk niet dat ik het los ga halen, maar ik ga even kijken hoe ik dit ga oplossen. Of hoe ik het er mooier uit ga laten zien. Ik denk dat ik hem gewoon strakker ga maken. Misschien moet ik een soort van corset-achtig voorstukje maken. Dat ik hem zo zet. Hopelijk lost dat het een beetje op. Dan ziet het er mooier uit. Dan ga ik voor de rest de ruffels gewoon handmatig zetten, zeg maar. Niet met dat touwtje, maar gewoon hier en daar vouwen. Want dat komt platter te liggen, volgens mij. Oké, dit helpt wel. Dit ziet er wel beter uit. Wat minder rommeliger. Kan ik hier niet zo goed tegen, maar oh wel. Er komt nog een schort voor, gelukkig. Maar als jurkje is hier ook acceptabel. Dus ja, daar ging ik voor. Dit jurkje is heel goed om in te twirlen, trouwens. Dus dat is top. Dus deze verklaar ik af. Ik heb zo'n honger. Zoveel fouten gemaakt hierin. Het is pijnlijk. Maar oké, ik heb er veel van geleerd. Ik ga alles meenemen in de volgende jurkjes. En ik hoop dat ik 0 fouten ga maken. En dat is waarschijnlijk niet het geval. Ik heb officieel nog maar 6 dagen. Help! Hallo, het is 11:30 en ik ga stoppen met naaien voor vandaag. Wat heb ik nog allemaal gemaakt? Ik ben verder gegaan met het roze jurkje. En ik heb een topje met precies 1 mouw. Let's go. Ik heb nog steeds heel veel fouten gemaakt. Maar ik heb mijn fouten sneller gevonden en opgelost. Dus dat scheelt al. Er komen inderdaad steeds meer stickers op mijn naaimachine. Vliermuisjes opgedaan. Ik ben er klaar mee. Morgen ga ik verder. Het is 5 dagen voor Comic-Con. Nou ja, ik heb mijn 5e dag al vol genaaid. Want ik heb deze roze jurk af. Voilà. En bij deze heb ik de ruffels anders gedaan. Ik heb aan de voorkant en achterkant hier zo een stuk geplooid met een vork. En dan heb ik die dunne ruffels aan de zijkanten gedaan. En dit komt veel beter uit. Dat vind ik veel mooier. Ik ben alleen heel bang dat alle jurken veel te wijd gaan zitten. Maar ja, weet je wat? Liever te groot dan te klein. En als je een schortje eroverheen doet, kan je die alsnog strak trekken. Dus dat scheelt. Verder ben ik ook begonnen aan de groene. En daarvan heb ik het topje bijna af. Alleen nog het boeppaneel moet hier nog op. En ik heb de rok eigenlijk ook al af. Die moet nog geruffeld worden. Dit zo. Oh ja, ik heb dus zakken gemaakt. Tadaa. In de rok. En ook in de roze. Voilà. Beter ga ik daarvoor bedankt worden. Nee, grapje. Maar het is wel heel handig. Het begint echt goed in te worden, want die groene ging echt soepel. Ik heb maar 1 foutje gemaakt in dit hele ding hier. Dus ja, great. Ik word er nog goed in. Wow. Maar het is alweer het einde van de dag, dus we gaan morgen verder. Nee, wacht. Ik ga morgen een video opnemen. Ik weet niet of ik verder ga morgen. Ik heb ook nog een video voor deze week nodig. Stress. Het is 3 dagen voor Comic-Con en ik heb gisteren een video gefilmd voor deze week. En ik ben nu bezig met het groene jurkje afmaken. Alleen, mijn lokmachine doet het niet. Kijk.
Hij naait niet. Kijk, er worden wel gaatjes in geprikt, maar het draad zit er niet in. Hij knipt hem ook af, maar dat is het dus. En ik heb hem echt al 100 keer opnieuw ingeregen, dus ik weet het niet meer. Ik heb alles gecheckt, denk ik. Ik zal wel iets over het hoofd zien, maar op dit moment kan ik hem echt uit het raam gooien. Oh mijn god, ben ik al een uur mee bezig. Dit ding wil gewoon niet. Ik heb haast. Update. Mijn moeder heeft haar lokmachine hier afgeleverd, zodat ik verder kan. Want deze wil maar niet werken. Ik snap niet waarom hij het niet doet. Tada. Wauw. Oh my god. Ik heb dus net die groene af. En ik bedenk me nu dat ik speciaal rolletjes garen in de goede kleur heb gekocht. Ik heb die groene met een soort van witachtige draad gemaakt. Maar maakt niet uit. Je ziet het toch niet zo heel goed. Wel een beetje jammer. Dat... Nu heb ik gewoon een volle klos groen garen voor in mijn naaidoos. Oké. Okay. Kan ik deze wel goed gebruiken zo? Oh my god. Maar. Kijk even hoe mooi de jurkje is geworden. Oh. Deze is echt mijn favoriete tot nu toe. Ik wist niet dat ik zo'n grote fan was van deze kleur. Maar deze kleur is ook gewoon heel mooi voor een cute, schattig jurkje. Ik zit hier met de patroondelen van de laatste jurk. En hij heeft geen mouwen. Letterlijk. Zelfs die dingetjes heb ik alvast. Ook nog rok. Zakken. Topje. Voorpaneel. Bandjes. Topje. Topje, 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 topje. Waar zijn deze twee dingen? Ik heb twee van deze grote dingen nodig. Ze zijn er niet. Ik heb ze blijkbaar niet uitgeknipt, denk ik. Want ik kan ze verder ook niet vinden. Ik heb ook letterlijk teruggekeken naar de footage die ik heb gefilmd. Want ik weet nog wel dat ik had gefilmd toen ik dit aan het uitknippen was. Hij doet je. En geen mouwen. Ja. Ik denk dat ik ze alsnog ga uitknippen uit de rok. Want ik kan ze nergens anders uitknippen. Wat een domme actie. Toch toetje? Hoe kun je de mouwen vergeten? Die heb ik wel nodig nu. Ik heb hem nog steeds nodig. Deze moet ik hebben. Deze moet ik hebben. A whole new world. Het is donderdag. Nee, het is technisch gezien vrijdag, want het is 1:00 PM. Ik ben moe. Ik heb alleen nog morgen en zaterdag om alles af te maken. Ik denk dat ik het ga halen. Alleen moet ik morgen wel een video uploaden en heb ik een feestje om naartoe te gaan. Dus ja, crap. Ik moet alleen nog een jurkje afmaken en de schortjes gaan maken. En ik hoop dat ik de schortjes gewoon heel snel kan doen. Ik moet ze niet al te ingewikkeld maken. Van het laatste jurkje heb ik 2 mouwen aan het topje. En ik heb het voorste paneel gespeld alvast, zodat ik morgen meteen kan gaan naaien. Maar oké, ik ga kijken wat ik morgen nog kan doen. Hallo, het is vrijdag. En ik heb de laatste jurk af. Nu alleen nog de schortjes. En dan ben ik gewoon klaar. Maar ik moet ergens heen vanavond. Dus ik ga de schortjes niet afkrijgen vandaag. Maar ik ben best ver gekomen. Damn. Dit is ook zo cute. Hij is niet helemaal mijn kleur. Maar hij is ook niet voor mij. Dus dat scheelt. Maar deze is ook echt heel leuk. En natuurlijk heeft de laatste de minste fouten erin zitten. Het is nu zaterdag en dat betekent dat dit de laatste dag is om mijn hele project af te maken. Want morgen is Dutch Comic Con. Ik moet 4 schortjes maken. Ik ben gisteren ongesteld geworden, dus ja, geweldige timing. Leuk, extra stress. Verklaart wel een hoop van de laatste week, maar yay. Ik heb weer eens lekker gewoon een dikke rol gekocht bij de groothandel. Ik heb geen patroon verder, ik heb gewoon een beetje een idee. Dat is het. Ik heb nog heel wat van deze over. Het moet vandaag af. En ik wil ook een beetje vroeg naar bed. Want we moeten vroeg op morgen. Let's go. Naar de vloer. Ik heb hier 8 stroken uitgeknipt. En dan heb ik hier de schortjes. En ik heb dit stukje patroon gebruikt. En zo. Dit is gewoon een klein stukje dat hier bovenop komt. Dus dan heb je zo dat schortje. En dan komt dit er zo bovenop. Ik heb even niet gefilmd hoe ik het in elkaar heb gezet. Maar het eerste schort is af. En dit is een beetje de outfit. Oh. Het begint eindelijk echt bij elkaar te komen. Nu de andere 3 nog. Ik heb zo'n honger. Dit wordt een soort van tutorial van het schortje. Dit is het middenstukje en ik heb er een stukje kant aan gedaan. Heel cute. Die zet ik vast aan de bandjes die over je schouders gaan. Maar doe het niet zo, want dit is incorrect. Kijk maar. Echt, dit is dom. Wanneer ze allebei vastzitten, dan heb je dus dit. En dan pak je je mooie sliertje. Dan zet je die hier zo daaraan. Tada! Dan pak je het schortje en die zet je op een band. En dan zet je daarop dus het topje. Goeie kant op elkaar. Dan zet je deze gekruist naar achteren vast aan het schortje zelf. Hier moet je eventjes 10 keer bij nadenken, want je gaat op geheid draaien. Maar bedenk dat deze dus naar beneden vouwt en deze dus ook naar achter vouwt. En dat die dus je achterop vast moet. Dat dus. Oeh,
Netjes. Et voilà, it is done. Daar is de achterkant. Nice toch? Dan ga ik er nu nog twee maken. Ik heb dus nog allemaal restjes van de schortjes over. Ik heb de schortjes net af. En met de restjes maak ik nu van die hoofdbandjes. Door ze gewoon op bandjes te zetten. Met een zigzag. Oh my god. Ik heb het gewoon gehaald. Ik ben klaar. I'm done. Het is 21:30 s'avonds. Het is niet eens zo laat. Ik kan redelijk op tijd naar bed. Met accessoires ook nog. Kijk hoe cute deze dingen zijn. Zo. Yeah. Nou, morgen Comic Con. Ik ga een beetje filmen. Volgens mij zijn we met 6 mates in totaal. Ja, wordt leuk. We gaan in Utrecht zelf nog helemaal omkleden daar. Dus dat wordt ook nog een ding. Alle jurken gaan mee. Alle dingetjes gaan mee. Make-up moet ik meenemen. Dus ik heb er zin in. Let's go. En toen waren we op Comic Con. Als eerste, ik met mijn paarse jurkje. Wat zag ik er cute uit. Dan mijn zusje in de groene. En dan next, de derde, de pastel oranje meet. En dan als laatste, de roze meet. Dit is een moderator van mij. Hij heeft een weddenschap verloren. We zagen er super leuk uit met z'n allen. En we hebben ook heel veel complimentjes gekregen. Niet alleen ik, ook de anderen. En alle stress was het waard, want we zagen er gewoon super leuk uit. Het was wel heel erg warm. Dat heb je als je in de zomer naar Comic-Con gaat. Het was ook erg druk, maar ondanks dat was het wel heel erg leuk. Ik heb weer eens lekker veel geld uitgegeven. Ik ga altijd keihard shoppen, vooral in de Artist Alley. We hebben ook nog TikToks opgenomen. Ik dans eigenlijk nooit in mijn TikToks, maar de made outfits vroegen er gewoon een beetje om. Ik ben ook een hele hoop van jullie tegengekomen, wat altijd fantastisch is. Ik zal nog wel een haul gaan opnemen voor wat ik allemaal heb gekocht op Comic-Con, net zoals dat ik de vorige keer heb gedaan. Jullie kunnen nu in ieder geval al zien dat ik nieuwe oorbellen heb en deze oortjes zijn ook van Comic-Con. Bij Spinning Memories heb ik ook deze super gave 360 graden video op kunnen nemen, wat er ook super gaaf is uitgekomen. Kijk die slow-mo. Damn. En dat jurkje is daar ook gewoon echt perfect voor. Het is nu 2 dagen later na Comic-Con. Ik was gisteren jarig, dus ik ben officieel 22 nu. En dan is het nu tijd voor mij om te gaan opruimen. Want het is nu nog steeds een complete rotzooi van het maken van de jurkjes. Ik heb hier nog steeds allemaal scraps op de grond liggen. Het is dramatisch. Dus check even mijn shorts voor als je wil zien wat ik allemaal heb gekocht op Comic-Con. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!